Een hele goede morgen iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we iets doen, speciaal voor kinderen. Dit is van 4 jaar en ouder. Dit is iets wat je kan maken. En achterop gaan we iets van de figuren maken, dus ik ga jullie meenemen. Het is een beetje een rommeltje, maar uiteindelijk doen we er wel. Nou, ik moet even kijken hoe dat ook werkt. Het is heel leuk dat ik dit heb gespeeld, jongens. Volgens mij moet dat, volgens mij is dat zo. Kijk, dit is het doosje ervan. Dit is iets wat ik niet weet hoe ik moet doen. Maar het is iets wat ik. Oh, kijk. Ik heb het al. Het drukje. Waar je het allemaal. Dit zijn alle figuren. Ook de dipjes en natuurlijk grotere dingen. Kijk, want volgens mij kun je het dan hierop zetten. Maar volgens mij is het niet per se. Wacht, ik ga het even proberen. Ja, kijk, dit is het drukje waar ik op kan zetten. Ze gaan even het een van maken. Kijk, wat ik als voorbeeld kan ik pakken. Ik ga denk ik beginnen met een ruimteschip. Dat hebben we nodig om aan te doen. Ik ga gewoon eerst eventjes de grote dingen pakken. Alles gaan beginnen, jongens. Dus ook dan is het ook bij. We hebben hier de kleintjes. De hele kleintjes, dat zijn deze nipjes. Even kijken hoor. Gaan we zo rechtop zetten. Gaan we even kijken. We moeten natuurlijk even kijken hoeveel er van moet. We gaan hier als eerste. Oh, ja. Oh, het is de verkeerde kleur, jongens. Want ik wil natuurlijk wel oranje hebben. Zo, en dan gaan we even. Zo, en dan gaan we tellen. Oh, dat is de verkeerde. Hier omhoog. Zo, jongens. Zo. En dan gaan we even. Zo, en dan pakken we nog eentje. Laat ik hem even opnemen. Zo jongens, we hebben hier natuurlijk die dingen. We zijn al begonnen. We moeten nog eventjes wat. Wat kleine ding. Hier zo. Ze springen. Dat is heel vervelend, maar goed. We gaan hier nog eventjes wat van maken. Dit is trouwens van 4 jaar en ouder. Ze zijn weer heel erg springerig die dingen, want die glijden echt heel erg uit je handen. Oh. Zo, en dan gaan we deze. Oh, die hebben we ook nog nodig. Dat zijn van die hele kleintjes. Dan gaan we de stangen mee maken. Deze dingen, deze drie zijn echt het allerkleinste. Dus dat is echt wel grappig. Die laat ik zeg maar hier. Die drie zijn echt irritant. Zo, dan gaan we die hier. Zo. Zo, dan pakken we nog. Even kijken, dan pakken we nog een iets kleinere formaat. En dat zijn er dan twee.
En die gaan we nog eventjes een stukje doorhalen. Zo, dan pak ik hem ook aan deze kant. Zo. En dan gaan wij de blauwe pakken. Daar hebben we ook even een aantal van nodig. Ook een aantal kleintjes. En dan pakken we deze van. En die gaan wij... Zo. Het is echt een heel... een hele klus. Maar daar hebben we het geduld voor. Zo. Dat is een hele grote, die hebben we niet nodig. Zo. Ze glippen echt heel erg uit mijn handen. Zo, en dan gaan we pakken nog een aantal kleintjes. Die hebben we ook nodig. Dus dezelfde hoeveelheid, maar dan een dubbele ervan. Deze zijn echt serieus wel. Je hebt er een hele klus aan eigenlijk om dat te doen. Zo. En dan hebben we er nog 4 nodig. Hoe is het 2 eigenlijk? En die gaan volgens mij... die gaat hier en die gaat hier. Oh. En dan pakken we er nog 2. Die hebben we nog wel nodig even. Ze zijn echt misselijk klein gewoon. Ik zeg dat ik dat heel erg lastig vind. Toch op school zat, vond ik het altijd heel erg leuk, jongens. Dat soort dingen. Maar nu gewoon merk ik gewoon dat ik de gein ervan af is. Vroeger was ik als klein, dan kon ik echt alles van. Moet ik eruit trekken, maar nu kan het ook niet. Dat klinkt heel raar. Zo. 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 Zo, dat is 1. En dan moeten we eigenlijk, oh, dat hebben we al. En dan moeten we een groene hebben. Dan moeten we 2 groene hebben, 2 grote groene. Ja, eigenlijk 3. Nee, 2, ja, 3 grote. En dat gaan we dan door midden hier doen. Zo, en pakken. Zo, en pakken in het midden. Oh. Zo. En dan gaan wij 2 kleintjes pakken, of de 4 kleintjes eigenlijk.
Zo. Hier boven elkaar, of hier boven elkaar. Dan gaan we hier weer eentje pakken. Ik ga eventjes dat doen. Ik merk gewoon dat deze er niet in hoort. Zo. En zo. Die haal ik er even uit als een mandje. Die waar je alles in kan doen. Dan gaan we even kijken waar... Oh, hier is de verkeerde plek. Zo. En dan gaan we even kijken wat we moeten met paars hebben. En dat zijn er ook al aardig wat. Dus die moeten langs elkaar heen. En natuurlijk gele sterretjes. Maar dat gaan we dadelijk even doen. Zo. Zo. Dan gaan we even de sterretjes pakken, jongens. Of de andere dingetjes waar we daar voor nodig hebben. Dus dan gaan we eerst even deze plaatsen. En dan gaan we hier. Hier drie. Zo. En dan gaan we er ook weer drie aan de andere kant plaatsen. In feite heb je dan, krijg je dan een ruimteschip effect. Zo. Zo. En dan gaan we hier nog een paar plaatsen. En dat zijn de... Vier. Die gaan we dan hiernaast. Zo. Zo. Dus wij zetten er zelfs vijf. En dan geef je er ook nog een eentje bij. Zo. Twee. Drie. Vier. Drie, vier. Vier. En vijf, en die gaan we dan aan de andere kant plaatsen, jongens. Zo, gaan we die. Zo, dan pakken we hier nog eentje. Dat zijn er vijf. Hoppa. En dan pakken we de gele, die hebben we dan ook nog nodig. En daar hebben we een aantal van nodig. Zo. Nee, afblijven Felix, dat is niet van jou. Felix, klaar.
Zo, dan gaan we een aantal van die plaatsen. En het is voor volwassenen ook nog moeilijk om dit te doen. Want het is best wel een heel irritant klusje. Maar goed, ja, het is voor de video, dus laten we het daar maar op houden. Zo, en dan gaan we... Zo. Zo, en dan gaan we even kijken hoeveel we daar moeten van hebben. Oh. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaan we echt in glijden. 3. Vijf. Zes. En zes. Dan gaan we nog eentje in zes. Of totaal vijf linkse zijkant doen. Drie. Vier. En vijf. Zo. Best wel een klappig ding hoor, want het is best wel ingewikkeld om die dingen te doen. Zo. En dan gaan we eens even kijken, want dan hebben we nog nodig iets anders, want dan hebben we nog een paar dingen nodig. Ik ga even een grote oranje pakken, dat is een gele. Ik vind het een beetje groter in, dus ik ga even een iets kleinere formaat pakken. Zo. En pakken we de rode. Zo. 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 Zo, dan gaan we even wat dingen doen. Dan gaan we eventjes overal een dingetje bij zetten. Zo, bijna overal. Zo. Dan pakken we hier eentje. Het is een beetje gepriegel jongens, dus... Maar goed, we hebben het er wel voor open. Dan pakken we hier eentje. Zo. En dan gaan wij over naar de sterren. Dus dat is een beetje spreiding. Zoals hier een sterretje. Hier een sterretje. Hier een sterretje. Hier
hier een sterretje. En dan hier weer een sterretje. Hier een sterretje. En hier een sterretje. En dan pakken we nog een andere kleur, sterren. Dan doen we de oranje. Zo. 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 En gaat die hier. Zo, dan pakken we een groene. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we eerst nog even twee. We gaan eerst even een gene hier bovenop plaatsen, jongens. Dat doen we dan sowieso even. Zo. Zo. En dan gaan we die. Zo, en dan pakken we daar een aantal van. Dan gaan we hier, nemen we er een 3 bovenop. Totaal 3. Zo. Dan doen we hier ook totaal 3 op. Het is gewoon eigenlijk een ruimteschip die je maakt. Totaal 3 op. En dan gaan wij... Dan pakken we een middelding. Hier 3. Oh. 2. Oh, wacht. Ja, 2. En die vullen we dan op met de andere. Zo. En hier vullen we dat ook op met 2. En dan hier ook weer. Oh, het zijn echt van die stuiten dingen, jongens. Dus dan weten jullie dat. Oh, ik wil opnieuw doen. Sorry. Nou, jongens, we zijn weer terug. We gaan even die andere dingen ook afmaken. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou, hier gaan we er een eentje bovenop plaatsen. Zo. Dan gaan we opvullen. Met natuurlijk wat kleinere dingetjes. Zo. En deze gaan we ook even doen. Zo, en dan gaan we deze ook even pakken. Die zetten we hier al vast. Zo, en dan hier ook nog even dat lijntje. Zo, en dan gaan we nog eventjes een kleine gele pakken. Die zetten we dan hier bovenop. Zo, en dan pakken we daar weer even 2 groentjes op. Die plaatsen we dan hier weer bovenop. Zo. Zo, dan pakken we nog grotere sterren. Die zetten we dan hier. Dat is natuurlijk een ruimteschip, een ruimtevaart. En dan pakken we nog eventjes een... Goed, oranje sterretjes erbovenop.
Zo. Ik zou zeggen, kijk. Zo is de ruimteschip gewonnen. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke video? Doe dan zeker even die duim omhoog, hè. Vergeet even niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken iedereen. En tot de volgende keer. Doei doei. Later.